In het spraakmakende programma Roddelpraat zorgde Nicole Kremers voor verbazing met haar recente optreden. Volgens Jordi Versteegde, verslaggever van de Telegraaf, is dit echter geen verstandige zet. Het is zeer opmerkelijk. Hoewel Nicole doorgaans terughoudend is met media-optredens, verscheen ze afgelopen woensdag in de nieuwste aflevering van Roddelpraat. Daarbij haalde ze fel uit naar John de Mol en reageerde ze op de vermeende mishandelingen door haar ex-partner Peter Gillis, een bekend figuur binnen Talpa. Verstandige keuze? Desondanks rijst volgens showbiz-verslaggever Jordi Versteegde van de Telegraaf de vraag of dit wel zo verstandig is. Ik vind het opmerkelijk dat ze een interview geeft bij Roddelpraat, gepresenteerd door Jan Roos en Dennis Schouten. Is het wel verstandig om daar plaats te nemen, vraagt hij zich af in de podcast Strikt Privé. Haar collega Jan Uriot voegt toe, ik denk niet dat dit erg slim is, gezien het feit dat ze een rechtszaak heeft aangespannen tegen Peter. Het lijkt me verstandiger om je mond te houden en af te wachten hoe de zaak zich ontwikkelt. Alles kan tegen je gebruikt worden, en dat zal ook gebeuren. De advocaten van Peter zullen zeggen, wat beweert zij daar? Ah, dan kunnen we dat tegen haar gebruiken. Geselecteerde onthullingen. Opvallend is dat Nicole niet haar volledige verhaal heeft prijsgegeven, merkt Jordi op. Het lijkt erop dat er in de uitzending is geknipt. Dus het lijkt erop dat ook de advocaat van Nicole heeft gekeken naar wat erin moest en wat eruit moest. Ik denk dat dit ook een strategische keuze is geweest. Hij vervolgt, ik heb zelfs een bericht gestuurd naar haar advocaat Sebas Dijkstra met de vraag, is dit wel verstandig? Hij antwoordde met, ik ben op vakantie. Moet ik het aan Nicole's manager doorgeven? Dan denk ik, ja, maar ik vroeg toch iets aan jou, want ik ben ook juridisch benieuwd of dit wel slim is. Luchtig grapje, misschien had ze beter kunnen aanschuiven bij Op 1.